Goeiedag mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog vanuit de kantoorruimte van Shiba Clothing, Headquarter. Kijk hier, ja, Ahmed ook aanwezig. We zijn er weer. Ja, we zijn toch aan het koken voor jullie. Ja, maar ik was gewoon mijn camera vergeten. En hij haalt hem gewoon tevoorschijn uit zijn kast gewoon. Ik pak een paar kaartjes voor alles. Ja, we zijn bezig met toffe dingen. Ik ga niet te veel verklappen. We gaan samen even een leuke collectie voor jullie samenstellen. Hint, man. Ja toch? Een collectie gaan we samenstellen voor jullie. En dan, wanneer komt het ongeveer in productie? We gaan denk ik nu komende maand gaan we produceren. Ja. Binnen nu en anderhalf maand kunnen we al wat dingen realiseren. Nu in anderhalf maand. Dus alles uitkiezen en dat soort dingen. Maar het gaat echt tof worden, man. Dat we een kleine hint geven. Beginproduct tot eindproduct gewoon. Kijk hier, we doen iets met deze kleur. Iets met deze kleur. Maar dat gaan we niet veel verklappen, ja. Het wordt leer. Het worden enge dingen. Kan jullie wel op de hoogte? Want we gaan hier dan vaker moeten zijn natuurlijk. Want ja man, ik wil te veel zeggen, maar ik mag niks vertellen. Dus het wordt gewoon een verrassing voor jullie. Wij gaan nu gewoon verder even. Chillings. Maar ook aan de slag. Want ja, we moeten wel voorbereidingen treffen. Het moet gewerkt worden. Het moet een tof product worden, ja. Dat kan ik jullie beloven. Ja toch? Ja man. Ik zou zeggen, stay tuned wat betreft die collectie. Het eerste product gaat al in productie. En volgende week gaan we nog 4 of 5 andere producten even samenstellen. En tegen tijd zal ik jullie ook wel melden. Dan gaan we even een soort van meet and greet voor de kijkers voor jullie even regelen. / pop-up store. Dan kan je ook meteen die nieuwe collectie zien. Dus het gaat tof worden, maar ik hou jullie zeker op de hoogte, zoals ik al net zei. En nu gaan we even snel schakelen. Vaart maken. Ik twijfel over welke patas ik ga aantrekken. Ik heb veel patas toch. Dus keuze is altijd lastig. Of deze. Deze, ik ga maar nog vragen. En het zijn toch mijn zwarte meeste garments geworden. Ja, ja, wanneer ik het even niet meer weet, vraag ik het altijd aan Manon. Mijn second opinion. Kan zij een besluit voor me nemen als ik het niet zelf kan. Nu is het even wachten op de boys. Jeffrey en Lendl. Eerst ga ik Jeffrey ophalen, dan gaan we richting Lendl. Dan gaan we even richting Amsterdam. Even chillings, even naar de kapper. Want mijn kapsel is woest. Het is weer tijd om te knippen. Zelfs elke week. Hey, we zijn aangekomen hoor. Damsko. Fakka nevo. Hè? We zijn er weer. Hè? Staat om naar buiten te komen. Jette. Beetje koud komen. Hè? Gaat mee voor de gezelligheid of niet? Ja man, ik heb die mental support gegeven aan jullie. Jette. Jette. Gesneden. Hè? Maar je wordt van je lichaam gesneden. Het is gewoon automutilatie. Je hebt niet door. Dat vond ik niet door. Deze man. Kort lontjes er ook. Kort lontjes er ook weer. Hey, Piggy. Hey, het is vakantie, Piggies. Yeah. Altijd vakantie aan de Nemo. Hé? Een beller. Mijn werkgever. Hé? Hallo. Help me nu, hoor. Hey, we zijn er. Perfect touch. Daarom. Ik zei het toch? We zijn laat, maar we zijn niet laat. Ga je die ding geven? Hé, fuck off. Rustig. Zijn we weer toch? Rustig. Hé, fuck off, rustig. Hé. Poep is weer fresh. Ja toch? Alleen van Lenny nog niet. Lenny moet over 2-3 uurtjes. Nu gaan we even chillings. Even eten. Ik zie jullie zijn dorstig. Mango juice. Mango juice. Maracuja. Pim. Is dat die tas? Kablo. Mango spreekt zich gewoon. Wie is dat? Een nieuwe vriendin van Edgar Davids. Oh, hij doet het goed, ze is jong. Jonge Mitty. Hoe zeg je dat? Pedofil. Deze man. 18 plus. Aha, Lenny wil even een belt halen. Een Louis, een riem. Ah man, je wil dat Louis. Zelfs verwennen toch? Hè? Ja toch? Mag wel. Jezelf verwennen af en toe. Ja, toch. Waarom niet? Doe. Waarom niet? Even snel een cap gehaald. Snelle Jelle. Hey boy! Pardon hè? Die mag kloppen. Ik dacht Jelle, die kamer op vallen. Bloopers. Yeah, wow! We had a pusher. Sounds good.
met een volle maag wil ik harder pushen, ja. Er is veel vraag, ik moet harder pushen. Snelle jongen, licht laag. Hayabusa, wow. Snelle laan. Boodschappen gedaan, hè? Je moet met de Albert Heijn. Ja, hè? Hamsteren! Deze man! Kijk, waarom? Deze man. Deze man heeft Timbas gekocht. Hij heeft spray gekregen, maar het is blauwe spray. Nou, die Timbas. Huh? Blue Motion. Timbas, Blue Motion gewoon. Ik wou Blue Motion. Kaartjes nog blauw ook gewoon. Hoe dat? En hij moest voor jou moest hij ook nog insprayen, of niet? Grote smurfs. Goed geflasht, man. Het is wel een nieuwe limited edition. Limited, ja. Zal je hem dragen? Huh? Avatar, blauw. Hij is verkouden, die Timbas is verkouden. Deze nog meenemen en ik wil een nieuwe. Hè? Hij regelt het, hè? Het is limited edition, bro. Niemand heeft die, blue. Voor jou zou die bijna insprayen, toch? Ja, maar gelukkig heb ik hem niet gegeven, man. Bij het werk is niet 100, man. Hè, prutser? Prutser? Het is schelen, man. Hey, maar gelukkig zijn die anderen niet blauw voor hun. Ja, dat is wel. Zij vliegen daar, kijk maar. Ik denk alles, je dacht, je wil alles eruit halen. Wat zei je, wat zei je? Ik ga naar Parijs, Vivi. Dat is een hele domme lijn. Daar. Deze man. Oh. Jeff is even een riem gaan passen. En hij wordt nu gebeld. Nu gaat hij horen wat hij terugkrijgt voor zijn Timbas. Ja. Zou je bij, Lenny? Ik? Zou je bij? Ik heb niks gekocht. Want de deur waar ik om halen. Ik heb niks gekocht. Ik heb een riem gehad, een riem. Ja? Ga je straks de kijkers laten zien? Jij mag het laten zien. Ja, oké. Okay. Jij mag het laten zien. De kijkers mogen kiezen of het een mooie is of niet. Hè? Jeff? Maar niet zo, bezig toch? Bezig, hè? Druk bezig. Sowieso gaan we nog eten. Huh? Het lijkt laat, maar het is nog vroeg. Het lijkt laat, maar het is nog vroeg. Wat gaan we eten? Bouillon haai, man. Wat? Kijk hier. Parkeer. Parkeer, hè? Wie gaat bizarren? Ik kan niet bizarren. Ja hoor, we zijn er weer. Tweede ronde. Nu is Lene aan de beurt. Jeetje. Overlopen of niet? Ik loop niet over, ik heb het al overlopen. Van Balenstraat. Van Balenstraat. Bang, is fresh hoor. Zo koe is fresh. Ja. En nu zijn ze hongerig. Dus ik ga ze naar Bangkok brengen. Gaan thuis eten. Is lekker hoor daar. Goeie rijst, kip. Als het slecht is, kip. Nou, dat kan niet. Twee duimpjes naar beneden. Dat is beter hoor. Nou. Ninjanga is goed hoor. We gaan het meemaken, hè? We gaan Thais eten, is wel Thai, hè? Kijk, vandaag eten we rijst en kip cashewnoten. Zo. Ja? En hoe smaakt het? Je hebt nog niet geproefd. Ja, het is een beetje zoetje. Nee, die heb ik nog niet geproefd. Hoe zie je met die? Ik heb het wel voor jongen. Goed gekeurd, hè? Zwijgerig niffels. Ik broek om de zwijgerig. Ik ga zo proeven. Gevaarlijk. Zo. Ja, wat zei je? Wat vond je daarvan? Wat vond je daarvan? Dat is goede taai. Jawel, hè? Ja, toch. We kunnen een beetje taai. Dus de mensen moeten duimpjes omhoog gooien. Twee tegelijk. En vergeet niet te abonneren, Thai. Twee pepertjes omhoog. Oh, nog een keer? Twee pepertjes, kill. Want mijn lichaam brandt van binnen, kill. Niet alleen je lichaam, ook je ollen, of niet? Bijna. Zakaria zak, hè? Zo. Een beetje pittig, toch? Ruid op poepan, zo meteen, man. Hoe? Met de zakker. Jezus, hé. Poepon. Zo. Ik moet nog een flurry drinken. Pupflurry. Kom. Hey. Als die wakker geslepen is, is hij. Mijn loei nevel. Wat? Ga redden voor mijn loei. Oké, we zijn weer thuis. Ik heb de boys afgezet. En deze cap heb ik dus gehaald. Manon vonden we op zich wel oké. Maar deze broek heb ik ook nog gekocht.
Ze vindt het op al mijn andere broeken lijken. Dus ik ga jullie alsjeblieft vragen om te reageren in de comments. Of ze nou echt op elkaar lijken. Ik vind van niet. Dus ik ga ze even bij elkaar halen. Jullie gaan het zien. Kijk, ik ga jullie ze één voor één laten zien. Ik heb er een flitser bij. Want door het licht lijken ze een beetje op elkaar. Moet ik toegeven. Maar ze zijn niet hetzelfde. Kijk goed mee. Dit is de eerste. Oké, hij is licht. Dit is de tweede. Die is nog lichter. Gaan we naar de derde. Die is donker. Dan gaan we naar deze. Is middel. Deze is donker. En mijn nieuwe heeft veel witte vlekken. Dus zeg eerlijk, ze lijken niet op elkaar, toch? Ze zijn verschillend. Sowieso zitten ze allemaal lekker. En allemaal zitten ze lekker op een andere manier. Dus deze ga ik gewoon houden. Of ik het wil of niet. Alles komt aan. Alles komt aan. Ik heb even snel mijn koffertje ingepakt en mijn sporttas. Want morgenochtend vroeg, dat is ook de reden dat ik nu lekker ga slapen. Morgenochtend vroeg ga ik met Maarten, Romano en Appie. Gaan we even weg, weekendje weg. Mochten jullie benieuwd zijn waar we naartoe gaan, wat we gaan doen, check dan mijn volgende vlog. Die komt overmorgen, komt die online. So stay tuned. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik jullie in die volgende vlog. Zie jullie daar. Ciao, ciao.